ben Jan Zwaan, woonkunstenaar en veteraan. Ik heb twee missies gedaan. TV3 en TV8. Afghanistan. Ik had een beetje na uitzending, ik ga alleen nog maar mooie dingen maken. En het maakt eigenlijk niet uit hoe, denk ik. Dingen maken in plaats van dingen kapot maken. Een veteraan wordt kunstenaar, omdat hij wil doen wat hij wil doen. Ja, eigen weg volgen gewoon. Nou, het was helemaal geen keuze of een idee. Meubelontwerpen heb ik... gestudeerd of een opleiding voor gevolgd. En toen kwam eigenlijk dit gewoon op het pad. Er staat hier vlakbij een boom. Die was overleden, dood. Toen heb ik gewoon gevraagd of ik daar wat mee mocht proberen. En dat vond hij goed. Ja, hij zei, gaat je gang maar. Als niks wordt, dan zagen we hem om. Ik zei, ja, dat is goed. Toen heb ik daar enorm kunstwerk gezaagd van 7 meter. Toen dacht ik, ja, dit is het wel een beetje. En sindsdien word ik eigenlijk gebeld voor showtjes, of gewoon voor beelden. Ja, en toen is het gewoon verder gegroeid. Ik ben voor het project Helmen Vol Verhalen gekoppeld aan de ouders van Tom Christ. Tom Christ was mijn luid eerste uitzending. Die door suicide om leven was gekomen. Wat natuurlijk een hele eer is om 14 jaar later in een beeld samen te gaan vatten als iemand die er ook is geweest en voor hun en voor eigenlijk iedereen die het wil zien, wat het eigenlijk betekent. Ja, dat wil ik samen gaan vatten straks. 10 juli was de aanslag van Tom Christ op de bazaar in Derenwoerd. Voor ons was het al duidelijk dat hij overleden was. De 12e is hij nog naar Nederland gekomen en is hij daar officieel dood verklaard. We hadden tijd over van een actie. Gingen we nog even naar de bazaar. De twee groepen gingen over de bazaar lopen onder leiding van Tom. Wij zaten in de Overwatch, gewoon helikopterview over het terrein of er iets raars is. Ja, en een rietje te eten, te ouwe hoeren. En toen, bam, paddenstoel. En een klap. Ja. En het was fout, iedereen wist het meteen. Dit is niet goed. En volgens mij ook met de drill, wat je natuurlijk altijd leert. Iedereen zat meteen in de Eiper of in de MB of in het voertuig. Dat was één ding, zo snel mogelijk naar de bazaar. En toen kwamen we daar, toen wisten we genoeg, allemaal doden. Anna was er, die hadden volgens mij Jijke en Tom al naar rol 2, in ieder geval Derenwoerd gebracht. Ja, toen was alles al duidelijk eigenlijk. We moesten nog een maand en hebben we uitgezeten. Toen konden we terug naar Nederland. Met 8 mensen minder. Ja. Tijdens het gesprek met de ouders van Tom, ja, kwam eigenlijk maar één echt ding voor mij en voor hun samen. En dat is gewoon dat je altijd verbonden met elkaar bent. Dat wil ik eigenlijk ook wel op een of andere manier terugbrengen voor iedereen, voor het hele peloton, eigenlijk bataljon. Dus vanaf dat moment ben je met elkaar verbonden. En eigenlijk blijf je altijd verbonden met elkaar. Dat vind ik wel echt het bijzondere. Eén ding wat naar voren komt elke keer als het over Tom gaat,
of we naar Tom toe komen. Hij had, ik denk voor zijn uitzending, een tattoo laten zetten. In zijn zij. Spreid een stuk hout en ik zal er zijn. Raap een steen op en ik ben er. Maar dat is echt een herdenking geworden, die tekst van Tom. Wat je ook weer bij je draagt. Of altijd in je hoofd blijft zitten. Ja. En altijd aan denkt. Ik spreid af en toe een stuk hout. En ik denk gewoon af en toe aan Tom. Ook al is het 14 jaar geleden. Daarom vind ik het ook een hele eer om nu uitgenodigd te worden. Voor Helmen Vol Verhalen. Om samen met de ouders van Tom nu een kunstwerk te maken. Voor eigenlijk onze groep en voor Tom. En nu kan ik eindelijk alles echt in een project storten. Ja, voor Tom, zeg maar. Dat vind ik een hele eer. Deze speciaal voor Tom. En voor de groep.